Vandaag is de DAF Day, Self-Esteem Dag 2014. Het doel van vandaag is om de kinderen bewust te maken dat ze zelf het heft in handen hebben als het gaat over goed voelen en zelfverzekerd zijn. Ze leren hoe ze met media om kunnen gaan en hoe ze zichzelf en anderen kunnen empoweren tot meer zelfvertrouwen. Ik hoop dat de kinderen vandaag de verwachting die ik ervan heb, dat ze bewuster naar zichzelf gaan kijken en genieten van wie ze zijn en dat ook uit kunnen dragen. De DOLF-workshops worden gegeven door medewerkers van Unilever, omdat DOLF het heel belangrijk vindt dat ook de medewerkers van Unilever zich verbonden voelen aan de sociale missie van het DOLF Self-Esteem Project. Vandaag heb ik geleerd dat in tijdschriften dat alles bijna nep is nagemaakt en dat het dan weer dunner wordt gemaakt. En dat je gewoon blij moet zijn met jezelf en jezelf een team moet geven. Wat ik het allerleukst vond was dat we in groepjes gingen zitten en toen gingen praten wat je kunt doen als andere mensen iets onaardigs tegen je zeggen. Je kan het negeren, je kan ook zeggen van stop ermee. Nou, als trainer heeft de DOLF-dag mij heel veel enthousiasme gebracht en ook heel veel zelfvertrouwen. Wat je ziet bij de kinderen ervaar je eigenlijk zelf ook. Het maakt je verschrikkelijk bewust van wie je zelf bent en dat heeft me geraakt.